bidt ergens voor, je gelooft ook ergens in, maar als het dan begint te gebeuren, dan ben je eigenlijk ook wel weer een beetje verbaasd. Kijk, als je echt een fijne sporter bent, dan pin je niet bij de ABN AMRO. Ja, zo werkt het wel. Zo werkt het wel. En als je een echte fijne sporter bent, dan ga je ervoor. Toen ik zelf echt jarenlang hier ook seizoenskaart had, ja, dan elke schoolfoto weer, jaar na jaar na jaar, heb je een fijne shirt aan. En daarom had ik ook geen vriendinnetjes waarschijnlijk. Maar ja, je leeft ervoor en je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En het zijn je helden. Bij Feyenoord begint de wedstrijd niet als de scheidsrechter fluit. Maar bij Feyenoord begint de wedstrijd als de hekken hier open gaan. Ja, je ervaart ook als je in het stadion zit, je wordt helemaal meegezogen in de ambiance, in de sfeer. En mensen zijn helemaal radeloos van wat hier gebeurt. Ik denk dat voor heel veel Feyenoord supporters dit de kerk is. En dat Feyenoord hun God is. En dat is het voor mij ook geweest. En toch geloof ik nu iets anders. Drie jaar geleden, 15 oktober 2015, kregen we hier de sleutel. We moesten allereerst natuurlijk wel een klein beetje wennen aan de buurt. Charloes staat bekend als een hele slechte wijk in dit land. Ja, we hebben alle buren uitgenodigd in de eerste periode en er zijn ook een aantal hier geweest. En de buurman die boven ons woonde, die hield het contact een beetje af. En dat was Raymond. Toen ik hem zag, toen had ik gelijk door van oké, dit is echt een brute baas. Echt een fijne sporter met tatoeages, SCF, Vatos Locos. En ik weet gewoon vanuit mijn oude leventje dat termen zijn die echt passen bij de harde kern. Hooligan, Rotterdam! Hooligan, Rotterdam! Hooligan! Ik snap het. Ik snap hoe hij leeft en ik snap ook wat zijn God is, dat snap ik. En dan ervaar je ook automatisch wel een soort van klik. Toen besefte ik me ook gewoon op z'n plat Rotterdams van als er niks met deze man gebeurt, dan gaat hij naar de kloten. En ik geloof niet dat God dat voor hem heeft. En ik geloof ook dat God soms in je leven specifieke mensen voor je neus kan plaatsen of in je omgeving kan plaatsen die hij je echt gegeven heeft om voor te strijden, om voor te bidden, om voor te gaan. En toen zijn we letterlijk gaan bidden. Dat hij niet meer zou slapen tot hij Jezus zou vinden. Daar ligt iemand te slapen op dit moment, die u niet kent, die naar de kloten gaat als er niks gebeurt. U gaat ervoor zorgen dat hij wakker ligt en dat hij 's nachts u te zien krijgt. En dat hebben wij 3 maanden lang gedaan. Regelmatig, grondig, met geloof en verwachting. Dat er ook nou eens een keer echt wat zou gaan gebeuren. Ik bid dat hij vannacht niet slaapt en dat hij u in uw ogen gaat kijken. Want ik geloof dat dat de bestemming is voor zijn leven. Ja, opeens ging de deurbel. Stond Raymond voor de deur. Toen zei hij, ja, ik val maar gelijk met de deur in huis. Ik lig al 3 maanden wakker. En als ik 's nachts wakker lig, denk ik aan Jezus. Je bidt ergens voor. Je gelooft ook ergens in, maar als het dan begint te gebeuren, dan ben je eigenlijk ook wel weer een beetje verbaasd. Ik heb op internet opgezocht dat Jezus jullie op een dag komt halen, maar wat gebeurt er met mij? En zo ging hij hier zitten. Hier zo. Die avond hebben we het verhaal verteld van de verloren zoon. Dat kende hij totaal niet.
Hij dacht dat de verloren zoon terug zou komen bij de vader en dat de vader gewoon aan het werk zou zijn en hem helemaal verrot zou schelden, dat zei hij ook. Want hij heeft zijn geld heeft hij verbrast en nou, ik kan me niet voorstellen dat hij staat te wachten. Ik denk dat hij hem verrot scheldt. Ik zeg nee, de vader staat op de uitkijk, omarmt hem en geeft hem het beste wat hij heeft. En toen zei ik, buurman, is dat ook niks voor jou dan? Als jij daar gewoon vanavond toe besluit, dan is dat zo. En toen heeft hij die avond drie keuzes gemaakt. Ik heb vervolgens gebeden voor hem dat de Heilige Geest ook zijn leven binnen mag komen. En daar heeft hij later over getuigd dat het gevoel wat toen door zijn lijf ging, dat was alsof Jennifer Lopez hem belde of ze verkering met hem wilde. Zo heeft hij het omschreven. In de zomer van 2016 heeft ook deze man zijn leven aan Jezus gegeven. Is hij een dag later gedoopt. En zien we gebeuren dat er hooligans van Feyenoord die op hun plaat gingen voor een club, nu op hun plaat gaan voor Jezus. En ik merk in mijn hart dat er een vuur ontbrandt wat zegt, dit is pas het begin. Laat het koninkrijk wat in de hemel is en uw wil, laat dat geschieden hier op aarde. De glorie die op dit moment in de hemel is, is ook de glorie die ik wil in Rotterdam. En stel je voor, mijn vader ligt te slapen. Er komt een vriend aan de deur en die zegt, joh, ik heb brood nodig voor kennissen die van ver zijn gekomen. Wat zal er gebeuren? En dat Jezus dan dus in Lucas 11 vers 8 zegt, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik geloof dat Jezus hiermee wil duidelijk maken dat het brood wat de Vader op de plank heeft liggen, dat we daar onbeschaamd en ongebreideld om mogen vragen als we daarmee mensen om ons heen tot zegen kunnen zijn. Dat geloof ik. We merken dat het vuur ontbrand is om het meer en meer te gaan leven. Of je nou in Purmerend woont of in Rotterdam-Zuid, ga op je knieën en durf de Vader onbeschaamd te vragen dat de mensen in jouw omgeving hem zullen ontmoeten.